Goedemorgen jongens en meisjes, het is tijd voor les 2 van rekenen en deze les gaat weer over geld en kommagetallen. We beginnen weer, net als gisteren, met een som van de dag. Die ga ik jullie zo meteen voorlezen en dan zet je het filmpje even op pauze om de som uit te rekenen. Kijk het hele filmpje af, want ik ga jullie ook uitleggen welke opdrachten je vandaag moet maken. De som van de dag. Je ziet hier een aantal taarten staan. Bakker Boris heeft deze taarten nog op voorraad. Jarige Jet bestelt 2 1/4 taart. Hoeveel taart blijft er over? Oké, dan gaan we hem nabespreken. Hoeveel taart blijft er over als jarige Jet 2 1/4 taart wil bestellen? Nou, ik zie dan al meteen dat er, als zij 2 hele taarten wil hebben, dat er 2 hele taarten verkocht worden. En dan blijft er nog 1 hele en een halve over. Maar ze bestelt ook nog 1/4 van de taart. Nou, er ligt een halve taart. Als ik deze halve taart doormidden snij, dan hou ik 1/4 over. Dus die krijgt Jet ook mee naar huis. Nou, dan kun je nu heel duidelijk zien hoeveel er dus overblijft van de taart. Namelijk 1 hele en nog 1/4. Het antwoord op deze som is dus 1 1/4. Het doel van vandaag... Oh, daar staat het verkeerde doel, jongens. Want wij hebben het helemaal... Ja, we hebben het natuurlijk altijd over getallen. We hebben het over geld en kommagetallen, net als gisteren. En wij maken dus les 3 helemaal. Ik ga dus nu overschakelen naar Ginzy, zodat je kunt meekijken naar de les. Oh, wat ook nog fijn is... Voor vandaag en voor gisteren geldt dat niet echt, maar moet je nou uit verschillende lessen opdrachten maken, dan kun je ook van dit scherm even een schermafbeelding maken, zodat je daar niet het hele filmpje terug hoeft te kijken. Of je kijkt natuurlijk in je weekplanner. Ik open les 3 en dan zie ik hier weer verschillende opdrachten staan. Het is vandaag minder werk. Dat betekent dus dat je meer tijd aan de werelden gaat besteden. Ik open even opdracht voor opdracht en kunnen jullie meekijken wat je moet doen. Opdracht P1, vermenigvuldigen van kommagetallen met 10, 100 en 1000. Nou, gisteren heb ik jullie ook al verteld, zelfde voorbeeldopgave, dat als je gaat vermenigvuldigen met 10, dat de komma 1 plaats opschuift, want het getal 10 heeft 1 nul. Nou, ga ik vermenigvuldigen met 100, even kijken, ja, hier heb ik een voorbeeld met 100, dan schuift de komma 2 plaatsen op. Wat wel even belangrijk is bij deze som die hier nu in beeld staat, is dat er maar 1 cijfer achter de komma staat, maar dat ik toch de komma 2 plaatsen moet opschuiven. Nou, daarvoor wil ik jullie dit even laten zien. We hebben het getal 8016/18. En eigenlijk achter de komma, na het laatste getal, mag je zoveel nullen opschrijven als je wil. Of in ieder geval als makkelijk is. Die betekenen namelijk niks. Daar wordt het getal niet meer of minder van waard. Als ik nu het getal moet vermenigvuldigen met 100... weet ik dat de komma 2 plaatsen naar rechts schuift. Want ga ik namelijk de komma 2 plaatsen naar links schuiven, dan wordt het getal opeens 80. Dus dan wordt het een stuk minder waard. En bij vermenigvuldigen wordt het getal meer waard. Ik moet de komma dus 2 plaatsen naar rechts schuiven. Nou, dat doe ik. 1, 2. En dan zie ik dat mijn antwoord wordt 801.680. Die nullen die je nu even voor het gemak erachter had gezet, die hoef je niet op te schrijven, want die zijn niks waard. Dat zijn namelijk allemaal nullen. En die komma hoef je dus nu ook niet in te vullen, want dit getal heeft geen cijfer achter de komma. Je vult dus gewoon in 801.680. Oh.
Gaan we weer even terug hier naartoe. De tweede opdracht, P2. Hierbij moeten we delen door 10, 100 of 1000. Nou, daar geldt hetzelfde als wat ik net heb uitgelegd. Je gaat de komma verschuiven. Nou, denk je misschien, maar bij het voorbeeld 48 delen door 10, daar staat helemaal geen komma. Nee, dat klopt, maar die is er eigenlijk wel. Wat ik je net heb gezegd, is dat je zoveel nullen achter de komma mag zetten als je zelf wil, omdat die toch geen waarde hebben. Nou, in dit geval kan ik echt wel een komma zetten, want denk er maar eens aan, als ik 48 euro heb, dan schrijf ik dat ook als een 48 met twee nullen achter de komma. Maar het zijn 48 hele euro's. Nou, net heb ik gezegd, als je gaat vermenigvuldigen met 10, 100 of 1000, wordt het getal groter. Nou, wat gebeurt er als je gaat delen door 10, 100 of 1000? Dan wordt het getal dus kleiner. Dat wil zeggen dat de komma dus naar links gaat verplaatsen. Want als ik hem naar rechts zet, dan wordt het getal in dit geval 480 en dat is meer. Dus we moeten het getal kleiner gaan maken. Nou, bij delen door 10 zie ik 1 nul. Dat betekent dat ik de komma 1 plaats ga opschuiven. Naar links in dit geval. Dus 48 euro wordt dan 4,80 euro. Nou, hadden we het net niet over euro's. We hadden het over gewoon het getal 48. Maar je ziet al bij de antwoorden staan dat het antwoord dus 4,8 moet zijn. Wat even belangrijk is, kijk goed, is het delen of is het keer? En ben je er bewust van dat als je gaat delen, dat het getal kleiner moet worden? Het antwoord 480 en 48 zou dus altijd fout zijn. 48 ook, want dat is alleen, ja, dat is hetzelfde getal, dus dan verandert er niks. Het kan dus ook zijn dat je nog sommen krijgt waarbij je moet delen door 100. Dan moet je die komma dus 2 plaatsen naar links schuiven. Of moet delen door 1000, dan moet je 3 plaatsen naar links schuiven. Even kijken of daar ook een voorbeeld van zit. Nou, hier ook 581. Die komma staat eigenlijk na de 1. Hè? En delen door 100, dan moet ik dus 2 plaatsen naar links. En dan kom ik op 5,81 uit. Nou, dan de laatste opdracht. Dit zijn ook weer dezelfde soort opdrachten die we hebben gemaakt gisteren. Waarbij je dus geldbedragen bij elkaar moet optellen. En waarbij het belangrijk is om, als je deze onder elkaar schrijft, dat je goed die komma's recht onder elkaar opschrijft en dan het getal eromheen opschrijft, zodat de centen onder de centen staan, de hele euro's onder de hele euro's, maar ook de tientallen, hè, 10 euro's, onder de tientallen staan. Oké, dan geldt natuurlijk weer dat je op de les van rekenen, taal en spelling moet maken vandaag. Bij overige staat ook nog een les die je moet bekijken. Red je dat allemaal binnen voor 12:30, dan kun je voor rekenen nog aan de slag met de werelden. En dan ga je met dezelfde onderdelen verder. Succes!